Woensdagavond 30 mei, een zwoele zomeravond. En wij denken bij Gouwestad aan schaatsen. We zijn hier in het Groenoverpark bij een schaatsclinic die gegeven wordt door Olympisch kampioen en nog steeds lid van de schaatsclub Gouda, Ted-Jan Bloemen, de Canadees. Kan je makkelijk diep zitten en kan je langere slagen maken. Hoe is het om weer terug in Nederland te zijn en dan met name in Gouda? Ja, nou dit is gewoon eventjes genieten zo met en te zien wat er allemaal voor jong talent aankomt en hoe enthousiast iedereen voor het schaatsen is. Je hebt een kliniek gegeven. Was die kliniek of die oefeningen, waren die ook zo in jouw tijd of waren die toen anders? Dingen veranderen natuurlijk langzaamaan wel, maar veel is nog steeds wel, de schaatsbeweging is veranderd, maar niet heel veel, dus veel is nog hetzelfde, ja. Nou, jouw bekendheid is hier nog, je bent hier nog zeer bekend en zeer geliefd zo te zien. Ja, nou ja, mooi om te zien, ja, dat het overal en ook hier op mijn oude schaatsclub toch een hoop losmaakt. En oude schaatsmaten ook, zag ik. Ja, echt heel leuk natuurlijk om die weer even te zien. En we zullen zo even bijkletsen. Kom je tot het selecte gezelschap van de ereleden van onze club. Alsjeblieft. Ik heb altijd in Gouda opgegroeid en lid geweest van Schaatsclub Gouda. Ik heb ook begonnen in de schaatsselectie van Gouda. Ik heb toch altijd wel die connectie gevoeld van dit is waar ik mijn passie voor het schaatsen ontwikkeld heb. En dit is waar ik mijn basis geleerd heb. Dus Schaatsclub Gouda, heel erg bedankt. Ja, ik heb je nek al even in, dit Jan. Ja, ja. Alles voor de foto, hè? Alles voor de foto. Ja, niet te ver achter met de microfoon. Ik ga steeds verder achter, maar wel op funky. Ja! En dan het stadhuis erbij. Ja. Ja. Beetje lager misschien. Beetje lager. Ja? Je hebt net een vakantie van een week, 6-7 achter de rug begreep ik. Morgen ga je weer terug naar Canada. En dan begint het weer, denk ik, hè? Ja, nou, ik ben eigenlijk alweer veel te laat. Normaal beginnen we in mei en dan onderhouden we in maart, april toch ook de training wel aardig wat. Dit jaar heb ik toch echt even de tijd genomen om ook... mijn vrouwsdroom na te jagen. Want we zijn natuurlijk de afgelopen 4 jaar wel echt alleen maar met die Olympische Spelen bezig geweest. En dat is voor haar ook wel heel zwaar geweest. Maar het heeft zich wel uitbetaald in een mooie, prachtige gouden medaille. Ja, nou, dat is inderdaad gewoon echt heel mooi dat het zich zo uitbetaald heeft. Ja. Zorg dat je echt als een robot en niks beweegt. En dan leer je echt namelijk die schaatspositie goed te trainen en dan kan je dat zo meteen ook op het ijs. Dan kan je alles, al je bewegingen controleren. Gewoon te doen. Stamp de worm uit de grond. En wel wat warmen nu. Probeer hem gewoon ietsje dieper in te zetten nu. Je gaat nog een tijdje door, neem ik aan. Ja. Ja, ik weet nog niet hoe lang, maar in ieder geval nog een jaar. In ieder geval nog een jaar. Nou, ja. Maak er dan 3 jaar van. Misschien nog een keer een gouden medaille. Ja, 4 dan bedoel je. Over. 4, ja. Maar het ene jaar is op. Oh, nee, is half om bijna. Ja. Mis je Holland al een beetje of niet? Of is Canada echt nu jouw vaderland? Ik heb natuurlijk de afgelopen jaren heeft het me zoveel gebracht. En ik heb zo'n fantastisch team daar om me heen gehad. En ik heb het zo ontzettend naar mijn zin gehad. En, ja, dat maakt toch wel dat je je dan enorm thuis voelt daar. En, dan ben je ook trots om voor Canada te schaatsen. Dus ja, ik kan niet anders dan gewoon zeggen van ja, ik voel me wel Canadees en ik ben heel trots om voor Canada te schaatsen. En ik ben
heel dankbaar voor het team wat ik daar omheen heb. Maar ja, ik ben natuurlijk voor 27 jaar ook in Nederland opgegroeid. Dus ja, ik zit er een beetje tussenin. Maar ja, op dit moment ben ik Canadees. Nou, kijk eens aan. Wat voor nationaliteit ook maar. We blijven gewoon jou volgen en hopen dat er nog mooie successen komen. Ja, bedankt. Dit is zeker super makkelijk. We zullen grote stappen maken. Oh, makkelijk. Goed door de knieën. Is dat mag? Ja. Kan je het gewoon op mijn rug doen? Hebben we nu allemaal iets? Nee. Ja, ga om even te staan. Ja, ik ga het niet.